Doe krijgen. Hallo lieve mensen. Het wordt weer eens tijd voor een terugblikje. Vinden jullie ook niet? Nou, ik wel. En hier is hij dus. Was eigenlijk de bedoeling om hem vorig weekend te uploaden, maar ik was riant verkouden en ik klonk als Barry White. Vond mijn vrouw heel leuk, ik vond het zelf wat minder. Dus ik heb even een weekje gewacht. Ik heb even gekeken naar al het materiaal en er is nog materiaal voor 2 lange of 3 wat kortere terugblikken. En ik heb gekozen om 3 wat kortere te maken, om het een beetje uit te smeren. Ik smeer het nog wat verder uit, want er komen ook nog steeds vragen voor de Q&A binnen. En dat is hartstikke leuk. Dus wat ik kan doen is de ene week een terugblik, volgende week een Q&A, terugblik, Q&A enzovoort. Dus dat is het plan voor de komende weken. Maar nu eerst even op de rem. Nou ja, op de rem. Als de remlichten van een auto gaan branden, dan zou je ervan uit moeten kunnen gaan dat de bestuurder ook daadwerkelijk remt. Maar er zijn ook bestuurders van auto's met een automatische versnellingsbak die met hun voet zwevend boven het rempedaal rijden en dan onbedoeld af en toe het pedaal aantikken. Nee, maar ja. Niet wel. Oké, hier nou. Let op. Volgens mij zit die... Zijn contactie los of zo. Nou, ik heb hier het idee dat het een automaatje is. Zie je? Met zijn voet iedere keer op het pedaaltje zit. Nee, bij elk hobbeltje gaat hij branden. Nou, dit was geen hobbeltje, dit ook niet. Hij zit gewoon met zijn voet in de automaatje. Weet je, misschien... Ik kan hem wel even meenemen. Een plaatje maken en die de beeld even terugzien als hij het niet gelooft. Het is helemaal uitgeklapt. Ik weet niet wat hij zit in het park. Maar bij deze bestuurder blijkt er toch iets anders aan de hand te zijn. Letterlijk aan de hand, want hij bedient gas en rem met zijn handen, omdat hij zijn benen niet kan gebruiken. Dag meneer, goedemiddag. Mijn naam is Van Ruiven, KLPD Verkeerspolitie. Haag, ik zie het al. U heeft een automaat. Dat is ook de reden dat u even aan de kant staat. Want, nou, als ik even uit mag spreken. Want u moet toch wel even weten waarom u aan de kant staat. Uw remlichten die gaan om de 2 seconden gaan ze aan omdat u denk ik om op uw rem staat te tappen. Is niet goed? Nee. Waarom niet? Omdat ik rem, ik doe het zo. Ja? Ik doe zo aan mijn handen, slaat zo. Ja? Weet je, en dan misschien gaat het zo. Oké. Dus dat moet u even na laten kijken, waarschijnlijk. Nee, weet je wat is het probleem? Nou? Kijk, als ik zo, ja? Zo kom, ja? Zo, hier gas. Ja? Zo, weet je, zo. Oh, dan zit u daar op te hier drukken. Is die rem. Juist, dat juist. Is, maar ik heb aan de RWB al gezet. Ja? Maar daar. U kunt wel even komen kijken bij ons, we hebben het op film gezet. Dan zie je wat voor effect dat geeft op het overige verkeer. U kan hier helemaal niet lopen? Nee? Oké, u zit met een rolstoel achterin. Nou, dan blijft u gewoon zitten. U zit nou met gas en rem, wat niet helemaal in orde is, technisch. He, zoals het daar geplaatst is, dan zal het misschien iets anders moeten. Waardoor je dat niet meer krijgt. Ik ga u niet langer ophouden. Sterkte ermee. Ja. Ja, en laat het even nakijken. U was naar de AWB geweest, zei u. Ja, ja. Dat ze het eventjes gaan aanpassen. Okay. Het is voor u prettig, maar ook voor het overige verkeer. Okay. Akkoord. Dag meneer. Ja, dat is toch niet het eerste dat je verwacht als je een auto met knipperende remlichten ziet rijden. Ik denk zelf dan altijd, joh, haal je voeten van de rem. Sterker nog, het is eigenlijk het laatste dat je zou verwachten. Maar dat is natuurlijk wel een van de kenmerken van het politiewerk. Dat je telkens weer met onverwachte situaties geconfronteerd wordt. En dan wordt er van jou verwacht dat je actie onderneemt. En wel onmiddellijk. Dus als je naar een plek op de snelweg gestuurd wordt omdat daar iets op de rijbaan zou liggen, dan kan dat van alles zijn. Het kan zelfs zijn dat er helemaal niets ligt. Of omdat iemand een grappige melding heeft gedaan, of omdat wat er lag inmiddels alweer verdwenen is. Je weet het gewoon nooit. In dit geval ligt er wel degelijk iets op de rijbaan en dat iets heeft ook al een slachtoffer gemaakt. Ja, nou moet je
moet je wel een teruglopen. Ja. Nou, kan met 1325. 1325, hè? En ook in de 60 rond ligt het op rijstrook 4. Rijstrook 4. Dus niet op rijstrook 1. Ja, het is wel rijstrook 1 van de afslag. Alleen je hebt er gewoon nog 6 rijstroken. Dus het wordt wat moeilijk hier. Maar we gaan even kijken of we het weg kunnen krijgen. Hallo! Ik ben een beetje geschrokken. Er is een auto, een grote vrachtwagen. Er is iets van een buis of weet ik wat. Ja, ijzeren pijp ligt daar eentje verder. Gaan we even eerst even kijken of we het weg kunnen halen. Mevrouw, kom zo even bij u, ja? Ja. Met hulp van een politiemotorrijder wordt het eerste stuk metaal weggehaald. Nou, dat is één. Yo! Daar ligt nog wat. De motorrijder gaat terug voor de tweede ronde om ook de rest nog weg te krijgen. Ja, zeg het maar wat het is allemaal. Dat zou tegenwoordig niet meer zo gedaan worden. Tegenwoordig worden eerst de rijstroken afgekruist en komt er zelfs vaak een mobiele afzetting ter plaatse. Nu even aandacht voor het slachtoffer en haar auto. Zo, daar ben ik weer. Dat is schrikken. Ja, ik zie het vlak voor me liggen, maar ik kon geen kant meer uit. Ik zat al op de baan. Werd het omhoog gegooid? Nee, het was volgens mij iets met... Ja, we hebben diverse stukken ijzer gevonden. Ja. Hebben jullie een reservewiel? Ja, tijdstip heb ik 2:15 aangehouden ongeveer. Dus dat, we waren vrij aardig in de buurt toen de melding viel. Dus. Oh, is er iemand gebeld of zo? Ja, iemand belde op dat er een stuk ijzer op de weg lag. Ja. Toen wist er nog niet dat u ook schade had natuurlijk. Nee, toen komen we aan, dan zien we u staan. Ja, voor meneer en ja. De politie verleent hier zowel administratieve als praktische assistentie. Wij maken gewoon een mutatierapport op, zoals dat heet. Ja. En dan daar zetten wij in dat het een stuk ijzer betreft, dat van waarschijnlijk van een vrachtwagen afgevallen is of zo. Ja, dat zal het zijn, want er lagen diverse stukken. Ja. Het was al uit elkaar getrokken ook, als het ware. Dus. Ja. Ja, gelukkig alleen maar dit dan en niks anders. Is het is heel vervelend voor u, maar ja, dat is zo. Maar goed, dat is de verzekering. Ja, succes met de verzekering. Als we zo meteen verder gaan, even hier wat snelheid maken op de vluchtstrook, voordat u weer invoegt. Ja? Sterkte. Goeiedag. Ik kan me goed voorstellen dat je je helemaal kapot schrikt als je zo'n stuk staal op je af ziet komen. En bij die snelheden uitwijken, ja, dat is er niet bij. Aangenomen dat je daar al de ruimte voor hebt. Toen Mercedes-Benz de 190-serie op de markt bracht, was dat niets minder dan een sensatie. Iedereen vroeg zich af, is dit nog wel een echte Mercedes? Nou, blijkbaar was het dat, want het was een groot verkoopsucces. En die auto die werd gelanceerd in een periode dat een basismodel ook echt een basismodel was. Dus stalen velgen met wieldoppen, geen metallic lak, ramen zelf open en dicht zwengelen, maximaal een vierbak, veiligheidsgordels zaten er wel in en richtingaanwijzers, maar dat was het dan ook. De zogenaamde W201-serie van Mercedes-Benz werd gemaakt tot 1993. Dus dit exemplaar is hier in ieder geval al bijna 20 jaar oud. In ieder geval geen gordel. En in 20 jaar kan er natuurlijk zelfs aan een Mercedes het een en ander kapot gaan. Het was een mevrouw, hè? Ik heb daar niet op gelet. Ik heb alleen gezien dat er of die beeld kunnen krijgen. Geen elastiekje over. Ja, je kunt je gordel natuurlijk vergeten zijn, maar het kan ook zijn dat de rolgordel vastzit. Je weet het niet. Aan het kenteken te zien is dit exemplaar van 1988 of daaromtrent, dus op het moment van de opnames ongeveer 24 jaar oud. Ja. Ik heb geen GPS. Ook niet zo ver. Dan moet je hem eerst uitzetten. Dan moet je de gordel loshangen. Ja. De gordel hangt inderdaad los langs de B-stijl. Ik ga hem er even omheen.
Voor het niet dragen van de gordel krijgt mevrouw een stopteken. Het is een mevrouw. Oh, dan zet ik meteen stop achter. Oh. Ah, shit, gaat af. Nou, dat is wel jammer. Zonder richting aan de geur. En ze mag niet linksaf. Nee, ze moet rechtdoor. Wat is dat geluid, jongens? Oh ja, dat hoor je in een Volvo als je de gordel niet om hebt. Dus. Maar goed, we tellen even op. De gordel. Geen richting aangeven en afslaan waar het niet mag. Oei, oei, oei. Goedendag, mijn naam is Dirk, ik ben van het teamverkeer. U krijgt in ieder geval bekeuring voor de gordel. Ja. En dan wil ik graag even uw rijbewijs. Wat betreft de gordel, wilt u daar nog een verklaring over afleggen? Het hoeft niet. Vergeten. Vergeten? Oké. Okay. Ja. Normaal heb ik me altijd om, maar dan ga ik naar Huisberg, heb ik me altijd om. Ja. Het was nou, ik kom net van Groenewoud, ik denk. Ja. En dan vergeet je het zo gauw. Ja, maar dat is ook een bepaalde routine. Ja. Als u instapt, gordel om, dan pas de auto starten. Ja. Kan het niet, niet misgaan. Nee, dat klopt. Ja? Helemaal goed. Goed. Even kijken, dan krijgt u deze vast terug. Ja, dankjewel. Dit is de bon. Hierbij hoort het boetebedrag 120 euro. Jammer. Dat is nog exclusief de 6 euro administratiekosten. Oké. Ik wil nog even voor de zekerheid de richtingwijzer controleren of ze het wel doen. Ja, ze doen. Ja? Ja. Ja, even een andere kant. Ja, ik doe het. Even de voorkant bekijken. Prima. Nou, als u dat toch een beetje uw eigen maakt. Ja, ik zal... Gordel en richting aangeven. Helemaal goed. Dan ziet het alweer een stuk beter uit. Oké, okay. Ja? Okay. Bedankt. Goeiedag verder. Doei. Wat denken jullie dat afslaan? Was dat nou een poging om aan een bon te ontkomen? Of moest ze daar echt gewoon zijn? Ik weet het niet. In de weken van de Tour de France zie je altijd veel van die spandexgroepjes wielrenners rijden. En als het tennis is op Wimbledon, dan staan er meer kinderen op straat een balletje over te slaan. Zo gaat het met veel sporten. Die werken aanstekelijk. En meestal is dat prima. Meestal wel. Ja, dat gaat nog wel een keertje tijd. Motorrijden? Ja, morgen. Je hebt net ingehaald. Ja. Is dat zo? Ja, je hebt hem ingehaald. En deze opnames werden gemaakt op een dag dat er superbike races waren geweest. Waarschijnlijk op Assen. Gaat wel mee, gaat achter ons om. Gaat die al. 1, 2, ja. Kom je loopt. Nou heeft deze motorrijder niet direct een wegrace onder de billen. En misschien is dat er wel de reden van. Dat het niet super hard gaat, maar het gaat wel harder dan de toegestaande 80 km per uur. Donker, hè, dat beeld. Ja, het is niet anders. Nee. Klok hem eens af. 116. Hierna weer. Hebben, dat is mooi, dan kom je beter. We hebben een heel korte meting nodig. Dat was je bedoeld. Ik had wel te doen dat er wel een afstand tussen zat, hoor. Ja, dat zat er wel tussen, maar... Oké, maar ik begrijp wat je bedoelt. Dat was niet... Het is snel, hè. Een tweede meting lijkt een stuk hoger uit te gaan komen. Ja,
groot. Deze hebben we nog met 116. Ja. Dus. Ik denk dat hij ons gezien heeft. Nou rijdt hij aanzienlijk zachter. Voor het gemiddelde van 116 km per uur gaat de motorrijder aan de kant. Op een droog stukje graag, want een goede diender wordt niet nat. Of je moet even iets verder doorrijden, dan hou je het helemaal droog. Ja, dan sta je hier waarschijnlijk net binnen de bui en als je iets verder doet, dan sta je droog. Idee. Ja, dat kan ook zo. Ja, hij staat wel neer. Ja, dan moet het maar. Dan moet het maar. Had hij toch gezien? Nog drie keer geknipperd. Ja, lag niet aan ons. Hagel. Goedendag. Politie IJsland, videosurveillance. Jansen. Ik zal maar even legitimeren. Mag ik uw rijwijs even erin zagen? Mag die er even uitgehaald worden? Hij zit er heel krapjes in, dus ik weet niet of dat... Oké, maar ja, ik heb hem wel even nodig. Hij mag er wel in blijven zitten, maar dan neem ik het mapje zeg maar zo even. Dat zit er geen grote bedragen in. Wel achteraf gezegd van kan worden, ik mis 100 euro. Oké. Ja, ook zeker gezien het weer, vraag ik even om in te stappen bij ons in de auto. En dan praten we daar eventjes verder. U vindt het niet erg dat hij nu even een auto mag, denk ik, zometeen met die hagelbuien. Oh, ik heb de hele middag... Soms is het leven beter dan dat van een cameraman. Ik heb de hele middag op de tribune gezeten. Best fijn mee. In de hagel ook, dus wat dat in Den Haag? Nee, in de hagel. In de hagel, bij de superbikes. Bij de superbikes. Ja. Ik heb ook koude handen, maar dat kan ook haast niet anders. Ja, nee, het is echt steenkoud. U komt niet van de superbikes vandaan? Ja. Een van de laatste? Ja. Ja. Nou, wij zijn dus bezig met videosurveillance, met name voor de superbikes nu. Ah, ja. Om toch te kijken op de renners die bezig zijn met het terugreizen, de autorijders, motorrijders, of zich een beetje aan de regels houden. En ik moet eerlijk zeggen, over het geheel gesproken, ze rijden allemaal heel erg netjes. Ja. We hebben net eentje opgeschreven met 129, u bent nummer 2. De rest eigenlijk ontzettend netjes, of ze gewaarschuwd zijn door allerlei instanties, of dat ze gewoon denken van we doen het gewoon niet. Dat weet ik niet. Ja. Het feit is dat, dat u nu bij ons in de auto zit omdat u wel te hard hebt gereden. Ja. Wij rijden net richting Steenwijk. Dan zien we u op de rotonde, zien we u van de andere kant komen. Ja. Daar haalt hij net een auto in, dacht ik, vlak voor de rotonde. En op een gegeven moment komt hij achter ons te zitten. Ja, dat is het moment dat wij de opname zijn gaan starten. Hier rijdt hij nog achter ons. Dan gaan we hier de brug over. Oh, ja. Ja. En dan, u zit al wel dusdanig dicht achter me, dat ik denk van, die gaat mij zometeen wel inhalen. Wat ik wel netjes vind, dat u gewoon wacht tot hij mag inhalen. Kijk, je zou hier al kunnen inhalen, dan is dat een extra overtreding, maar dat doet u gewoon allemaal niet. U wacht tot die auto voorbij is, tot hij mag inhalen. Maar ja, dan gaat hij ook gewoon. En dan, op het moment dat u ons passeert, drukt mijn collega de combi-knop in, waardoor een trajectmeting gestart wordt. Nou, u ziet toch wel dat onheilspellende... wolken boven doen. Dus dat had al een voorteken kunnen zijn. Wat een symboliek. Ja. Je rijdt zo de donder en de hel en weet ik wat allemaal in. Doe maar eens. Op een gegeven ogenblik, toen hij achter deze auto zat, heeft hij de meting beëindigd. En er kwam dus een gemiddelde meting van 116 uit. Daar moeten wij weer 4 kilometer wettelijke correctie afhalen. Komt hij op 112 kilometer uit, 32 kilometer uit en daar krijgt hij een bekeuring voor. Nou, de consequentie van het geheel is dat u dus nu wel met justitie te maken krijgt. Het is een bekeuring die naar het OM in gaat. Die zal kijken of je vaker met justitie in aanraking bent geweest voor te hard rijden. Nee. Is dat het feit, dan zal hij dagvaarden. Is het niet het feit, u weet het zelf beter en ik geloof u helemaal. Dan zult u een transactievoorstel krijgen van hem. Ik kan u niet zeggen wat het boetebedrag is wat erop staat. Dat doet hij aan de hand van lijsten. Maar het zal aanzienlijk zijn. Dat is wat ik te zeggen heb. Ik weet niet of mijn collega nog een aanvulling heeft. Nee. Nou, ik ben eigenlijk verder klaar. U heeft een portefeuille met uw rijbewijs en dat is de bom. Ja. Bedenk nog wel, nu zeker met die wolken allemaal, het kan opeens, het weer kan opeens veranderen. Ja, dat je dan toch maar ook maar een klein stipje bent, hè? Ten aanzien van tegenliggers. Je wilt nog wel eens een keertje wegvallen als motorrijder. Probeer defensief te blijven rijden van als er eentje gaat, dan gaat de motorrijder. Ja. Dan wens ik u toch een veilige reis verder. Oh, jawel.
Oké. Tot ziens. Ja, dankjewel. Dag. Motorrijders, vriendelijk volkje. Ik blijf het toch zeggen hoor. Oké, laatjes, de eerste van de laatste drie terugblikken zit erop. Nog twee te gaan. Voor nu weer heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Dag.